Belastingbetaler draait op voor privékilometers Jan Fransen. 30 jaar cel voor reiswerker die vriendin en kind vermoordde. En de duurste laan van Nederland ligt in Wassenaar. Vrijdag 24 februari, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. In tegenstelling tot alle gewone mensen hoeft commissaris van de Koningin, Jan Fransen, geen bijtelling te betalen voor zijn privékilometers. Nou, ik zit er helemaal in. Nou, het ziet er leuk uit. Belastingbetaler draait op voor privékilometers Jan Fransen. 30 jaar cel voor reiswijker die vriendin en kind vermoordde. En de duurste laan van Nederland ligt in Wassenaar. Vrijdag 24 februari, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. In tegenstelling tot alle gewone mensen hoeft commissaris van de Koningin, Jan Fransen, geen bijtelling te betalen voor zijn privékilometers. Het gaat om privéritjes die hij met zijn dienstauto rijdt. Dat blijkt uit gegevens die Omroep West heeft opgevraagd bij de provincie. Fransen krijgt jaarlijks bijna 17.000 euro vergoeding betaald door de Zuid-Hollandse belastingbetaler. Ik weet natuurlijk de bredere context niet van het verhaal, maar privé is privé, moet je gewoon zelf betalen. Het lijkt me niet helemaal nodig, eerlijk gezegd, dat dat gedeclareerd, maar ik laat het vooral bij mezelf. Toen ik op de zaak een leaseauto had, werden ook mijn privé kilometers betaald. Dus in principe, ja, ik heb er niet zo'n probleem mee. Nou, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ik bedoel, het is privégebruik, dus moet je daar ook van zijn privémiddelen van betalen, denk ik zo. In de regeling die Jan Fransen heeft afgesproken met het provinciebestuur staat dat hij wordt gecompenseerd voor de kilometers die hij privé rijdt met zijn dienstauto, naar bijvoorbeeld vrienden of familie. Voor zijn privékilometers betaalt hij de provincie een bedrag van 57 eurocent per kilometer. Voor het privégebruik van zijn dienstauto wordt hij aangeslagen door de belasting. Om dat te compenseren geeft de provincie hem maandelijks ruim 1400 euro extra salaris. Dat komt neer op bijna 17.000 euro per jaar. De woordvoerder van Fransen laat weten dat de commissaris van de Koningin niet zal reageren op de afspraken rond zijn dienstwagen. Dat doet hij nooit en zeker niet zo vlak voor zijn mogelijke herbenoeming. Dan wil hij deze hijsa niet, aldus zijn woordvoerder. Bovendien is hij ook nog eens herstellende van een longontsteking. Wel laat de woordvoerder telefonisch weten dat het vorige provinciebestuur zelf heeft ingestemd met de regeling. In de provincie Utrecht is de compensatieregeling voor de dienstauto van de commissaris van de Koningin onlangs afgeschaft na een storm van kritiek bij verschillende politieke partijen. Toch blijkt uit een belrondje van Omroep West dat in Zuid-Holland de politiek zich op dit moment niet met deze discussie wil bezighouden. Fransen staat aan de vooravond van een mogelijke herbenoeming als commissaris van de Koningin en de politieke partijen in Zuid-Holland willen daarom nu niet te veel tumult rond Fransen. Overigens lijkt een ander discussiepunt rond Fransen, zijn vele nevenfuncties, wel te worden aangepakt. In het benoemingsprofiel voor de commissaris van de Koningin staat dat deze veel minder bijbanen mag hebben dan de 14 die Fransen nu heeft. De man uit Rijswijk die zijn vriendin en zoontje heeft vermoord moet 30 jaar de cel in. Het familiedrama speelde zich 1,5 jaar geleden af in hun appartement in Rijswijk. Op donderdag 7 oktober 2010 staan een deurwaarde en een agent voor de deur aan de Mandolinestraat. Het gezin wordt die dag het huis uitgezet vanwege een huurachterstand. Omdat er niet wordt opengedaan, wordt besloten de deur te forceren. Dan worden de 4-jarige Eden en zijn moeder Laia gevonden. Ze zijn gewurgd door Leon B., die inmiddels op de vlucht is geslagen. Een week later wordt hij in Italië opgepakt. De rechter bestempelt de moorden vandaag als gruwelijk en weerzinwekkend. Dat ernst van de door de verdachte gepleegde misdrijven, het leed
dat hij daarmee aan in bijzonder de naaste familie van de slachtoffers heeft aangedaan. En de schok die zijn handelen in de samenleving heeft teweeggebracht, afgezet tegen zijn persoon en zijn houding en het recidieverisico, tot de beslissing moet voeren dat hem geen levenslange gevangenisstraf, maar de maximale tijdelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. En dat betekent dat hij 30 jaar lang achter slot en grendel komt te zitten. Hoewel de straf hoog is, neemt dat het verdriet van de nabestaanden van Laia en Eden niet weg. De emoties lopen hoog op tijdens de rechtszaak. Vooral de moeder van Laia zat er helemaal doorheen. Toen zij de rechtszaal binnenging, zakte ze in elkaar. De rechtszitting is zelfs even geschorst geweest, omdat de moeder van Laia helemaal overmand werd door emoties. Ik sprak haar net nog even en ze vertelde mij dat er niks meer van haar over is. Ze is haar enige dochter kwijt en haar enige kleinzoon. De hele familie is er stuk van. Dit is wel afsluiten, denk ik. Dus ik ga straks naar hun graf om het nieuws te brengen. En dan moeten we daar beginnen om het af te sluiten. Want hoe hebben jullie de afgelopen periode beleefd? Nou, de weg hier naartoe heeft ons op de been gehouden om te kijken wat uiteindelijk zijn straf zou worden. Veel hobbels, veel onduidelijkheden en helaas na de rechtszitting, zoals de rechter net zei, veel te veel vragen die open blijven. We zullen nooit de waarheid weten, vrees ik, wat er die avond is gebeurd. En dat is ja, eigenlijk niet om mee te leven, maar goed, ze zijn er niet om het aan ze te vragen. Ja, en zowel het Openbaar Ministerie als Leon B. hebben 2 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis. Veel studenten in Delft hebben geen moeite met het nieuwe meldpunt tegen overlastgevende studenten. Sterker nog, ze vinden het wel een aardig idee. Politieke partij Leefbaar Delft lanceerde eerder deze week een online meldpunt om overlast van studenten in kaart te brengen. Dat studenten zo nu en dan voor overlast zorgen, weten ze zelf maar al te goed. Studenten die zijn lekker als ze gedronken hebben, dan praten ze lekker en dan schreeuwen ze lekker. En gezinnen willen heel graag slapen. Dus ja, dat is een moeilijke kwestie om dat inderdaad te combineren. Toch zijn de problemen voor de inwoners van Delft wel te overzien. Nee, ik heb helemaal geen last van de studenten. Ze zijn bijzonder voorkomend en vriendelijk. Het meldpunt voor overlastgevende studenten in Delft begon als een ludieke grap, maar is toch wel serieus. Ja, eigenlijk een beetje in kaart brengen of het echt zo is. En ik heb nog niet zo heel veel reacties. Dat loopt, maar voor mijn partij, ik heb 1 zetel, dus dat is best wel veel. Dat meer dan de helft van de reacties is dat er wel overlast is. Ja, ik vind dat het heel erg meevalt. Maar ja, dat is mijn perspectief. Ik ben student en ik ben geen, zoals we dat noemen, burger die er last van heeft. Ja. Dus misschien heb ik dat verkeerd, aangezien ik niet aan de andere kant sta. Dat is natuurlijk een beetje een vertekend beeld. En de politieke studentenpartij STIP heeft ook ideeën over een paar meldpunten. Zo denken ze aan meldpunt Mijn kroeg sluiten vroeg. Of wat denkt u van meldpunt Huilende baby's? En meldpunt voor mensen met een gebrek aan humor. Aardige ideeën. Dan villa's met camerabewaking en grote hekken eromheen. Dat kenmerkt de duurste straat van Nederland. We praten dan over de Konijnenlaan in Wassenaar. Gemiddelde woningwaarde 2 miljoen euro. Wel een felicitatie waard, dachten we. Dit is hem dan. De duurste straat van het land, de Konijnenlaan in Wassenaar. En ik ga persoonlijk de huizen langs om de mensen te feliciteren. Ik wil u feliciteren. U woont in de duurste straat van Nederland. Ze willen er niks van weten. Ik kom hier van Omroep West, kom ik u een flesje champagne aanbieden, want u woont in de duurste straat van het land. Sorry? Dat is wel een beetje vreemd, vind ik. Ja. Bij deze? Nou, ja. Heeft u een flesje champagne? Nou, dankjewel. Het is heerlijk, maar als je het niet hebt, ja, dan heb je het niet. Ik bedoel, dan is het natuurlijk wel leuk om te zeggen als je het wel hebt, maar weet je, ik ben ook gewoon heel klein begonnen. En voor maar 67.000 euro heb je 10 vierkante meter grond. Proost!
Ja, dat moet even slikken zijn geweest. Een 11 uur durende theatervoorstelling. Een lange zit voor toeschouwers, maar vooral een grote opdracht voor de acteurs. Theatergroep De Appel brengt voor de 3e keer een marathonvoorstelling op de planken. Je wordt te oud voor dit soort dingen. Klaar nu weer. Klaar. Afgelopen. Dat is de laatste waarschuwing. De laatste dagen voor de première staan in het teken van oefenen, repeteren en zinnen stampen. Maar er wordt ook nog steeds hard getraind. Moet even wat harder. Dat bloed moet stromen. Vandaag even het lichaam een beetje trainen, maar niet om prestaties te verhogen, maar juist om ze een beetje los te maken. En dat voelt nu al dat dat een goed idee was. Want het zit allemaal stram en strak van de stress aan elkaar gelijmd. Oh. Als het lijf goed voelt, gaat de kop wel mee. Sterker nog, als de kop niet goed voelt, is het verstandig om even wat met het lijf te gaan doen. Of vergeet het hoofd vaak wat de muizenissen waren. En dat zijn er natuurlijk een hoop van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Is er zeker nog in dit stadium, is er veel om aan te denken. Aanstaand weekend speelt Hugo Maarten een van de hoofdrollen in de 11 uur durende theatermarathon Herakles over de Griekse mythologie. Ik kan eigenlijk ook me niet voorbereiden op een boog van 11 uur. Het zijn eigenlijk 9 stukken, dus per stuk doe ik eigenlijk, het zijn eigenlijk meer voor mijn gevoel 9 kleine bogen. Voor het publiek is dat natuurlijk één groot ding, maar ik speel ook 7 of 8 rollen. Dat geldt voor alle acteurs. Ja, dit herken ik wel. Dus eigenlijk voor elk deel heb ik een kleine aparte voorbereiding en niet eentje voor de hele marathon. Dat zou niet kunnen, denk ik. De komende maanden zullen de acteurs nog veel in de sportschool te vinden zijn. En misschien moet u ook gaan om de billen lekker los te maken als u daar 11 uur gaat zitten. Gaan we naar het weer. Huub, ja, het leek wel lente vandaag, maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, krijgen we ook een mooi weekend? Nou, vooral morgen zaterdag belooft inderdaad een behoorlijk zonnige dag te worden. Zondag komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft eigenlijk het hele weekend voor de rest droog. Ja, vandaag hadden we nog wel een beetje laaghangende bewolking. Zeker vanochtend, hier mooi gefotografeerd in Delft, het gebouw van de TU. Maar goed, die bewolking die bleef nog wel een beetje hangen. Loste hier en daar een beetje op, kwam wat zon. En ja, plaatselijk werd het dan toch nog wel 9 graden vandaag. En dat doet inderdaad een beetje voorjaarsachtig aan. Nou goed, vanavond heel misschien een paar spatjes, maar dat zal niet veel zijn. De bijbehorende bewolking trekt langzaam naar het zuiden. Dan komen er wat opklaringen. Kan er hier en daar misschien een enkele mistbank ontstaan. En voor de rest wordt de wind zwak tot matig uit een west-noordwestelijke richting. En de temperatuur die kan plaatselijk tot 2 graden dalen. Dat wordt wel wat lager dan de afgelopen nachten. Maar dan morgen. Ik zei het al, periode met zon, wat stapelwolken. Ook morgen een zwakke tot matige west-noordwestenwind. En ook morgen weer zo'n 9 graden. En ik zei het al, zondag wat meer bewolking, maar ook dan vrij zacht. Dankjewel Huub. En dit was het voor vandaag. Meer nieuws is natuurlijk te vinden op onze website en het hele weekend bij de collega's van Radio West. En blijf kijken, want straks kunt u kijken naar Studio ADO met Erik Kooijman. En vandaag te gast Lex Immers en de bekende Hagenees Jeffrey Huff. We zijn er maandagochtend vanaf 7 uur weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en alvast een heel mooi weekend.